gun dit niemand, hoor. Echt niet. Hoe overleef je de moord op je dochter? Op je zus? Kijk, ik heb nog alle dagen gewoon verdriet. Dat kan ik gewoon niet ontkennen. Rechtbank, wilt u allemaal staan alsjeblieft? Ze hadden het laatst bijna afgesloten. En dan zegt iemand in Groningen, zegt van... Ja, maar je moet niet opgeven. Je moet doorgaan. Ja, het is heel pijnlijk. Ja, de smartengeldclaim van mijn moeder is volledig afgewezen. En een advocaat en een verzekeringsmaatschappij... Die kunnen deze stap helemaal niet zetten. Dat vind ik echt volstrekt onethisch. Nabestaanden krijgen vaak te maken met langdurige rechtszaken en complexe rouw. Kom erin. 6 jaar lang volgen we de familie van Nadia van de Ven... in hun strijd tegen onrecht en voor genoegdoening. Ach, dat zijn de foto's van Nadia. Ja. Als ik niet meer hoor dan het leven gaat door... denk ik, ja, dat weet ik ook wel. Maar hoe overleef ik en hoe leef ik door? En dan op die momenten heb ik weer net zoveel verdriet als 15 jaar terug. Alleen het gaat voorbij. Maar het missen gaat niet voorbij. Ja.